ben Hanna, ik ben 19 jaar. Ik studeer gebarentaalwetenschap aan de UvA. De reden dat ik aan deze bezetting meedoe is dat ik heel erg boos ben over de bezuinigingen die ze nu willen doorvoeren op hoger onderwijs. Ze willen studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen met 3000 euro beboeten en de universiteit ook. En juist nu het levensonderhoud voor studenten steeds duurder wordt, moeten studenten steeds meer werken naast hun studie, hebben ze steeds minder tijd om te studeren. En als je ze dan ook nog gaat boeten, dan wordt dat als het ware een neerwaartse spiraal. Dan moeten ze nog weer extra gaan werken. En de universiteit beboeten toch weer minder begeleiding, basaler onderwijs. En er moet gewoon juist geïnvesteerd worden in hoger onderwijs. Er gaat structureel te weinig geld naartoe. En studeren is een recht. Een tijd geleden goed gepland en alles goed voorbesproken. We zijn met een groep van 35 mensen ongeveer hier binnengekomen. Vanochtend om 10 uur, het gebouw was er open. Eigenlijk heel snel allemaal naar binnen gegaan. Op het laatst mensen met materiaal om te blokkeren. Gelijk begonnen met blokkeren. En tegelijkertijd de medewerkers ingelicht en met een camera hun gefilmd. En zodat zij niet konden zeggen dat wij hun hier vasthouden of hun gijzelen of iets dergelijks. Dus dat gewoon duidelijk op camera staat. Geef jullie de mogelijkheid om te schrijven, om mee te demonstreren, aangezien het ook medewerkers aangaan. Maar jullie kunnen nu ook het gebouw gewoon verlaten. Maar betekent wel dat als jullie nu verkiezen om te blijven worden, te blijven werken, dat kan het zijn dat je niet op elk moment naar buiten kan gaan, omdat we af en toe de deur dicht zullen moeten houden. Ja. Er zullen wel mogelijkheden zijn om naar buiten te gaan, maar niet, het kan zijn dat je even een half uurtje op het wachten bijvoorbeeld. Nee, begrijp ik. Wij willen jullie ook nog zeggen dat dit een setting is van studenten. Ja. We weten dat het ook willen jullie de mogelijkheid geven om te kiezen. Je kunt zeggen, ik ga lekker naar huis, zeggen, ik wil doorwerken, mag allemaal. Alleen als u het laatst kiest om door te werken, kan het zo zijn dat we niet op elk moment de deur voor u kunnen openen. Dat u even een half uurtje moet wachten bijvoorbeeld om naar buiten te kunnen gaan. Dan moet je ook gewoon de deur houden. Maar er zullen zeker wel momenten zijn om naar buiten te gaan. Okay. Zullen wij geen enkele schade aan het gebouw? Aan het gebouw. Zeker weten. Dus je kunt gewoon kiezen om door te werken. Ja. Ik loop wel even een rondje. Oké. En vraag even wat iedereen wil en wat ze willen doen. Was wel even hectisch met beveiliging. Maar het lijkt nu wel weer iets rustiger geworden te zijn, omdat ze een beetje de moed opgegeven hebben. En de politie staat nog wel buiten, maar het ziet er niet naar uit dat die echt actief gaan proberen om ons hier weg te krijgen. Dus daar zijn we heel blij mee, want we hebben vanmiddag een heel programma staan met debatten en verschillende sprekers. Dus ik denk dat we heel veel te discussiëren hebben en hopen dat er ook zoveel mogelijk studenten bij komen. De deur is sowieso open voor iedereen die eruit of erin wil. Uitgezonderd beveiligers, want die mogen er alleen maar uit, die mogen er niet in. Maar alle studenten, docenten en anderen die solidair zijn, die laten we gewoon binnen, zijn welkom om mee te doen. Daar zitten we juist heel erg op te wachten. En er zijn nu flyerteams onderweg om zoveel mogelijk studenten op andere locaties in te lichten. Dus we hopen dat we hier straks met zoveel mogelijk studenten zitten, zodat we een goede discussie kunnen hebben. We hebben verschillende doelen. Allereerst is dit gewoon een symbolische actie tegen de landelijke plannen. Er is vrijdag een hele grote manifestatie tegen deze plannen waar ik net over had. Die boete voor langstudeerders en dergelijke. Alleen die manifestatie zou nooit genoeg zijn om het te stoppen. Dus het is gewoon belangrijk dat we er meer druk ook op zetten. En daarbij eisen we met deze actie van het universiteitsbestuur dat zij behalve college vrijgeven op vrijdag ook de tentamens niet door laten gaan. Want er zijn heel veel tentamens op die dag en heel veel studenten kunnen daardoor niet bij de actie in Den Haag zijn, de grote manifestatie. En dat is heel zonde. Dus het moet gewoon voor iedereen mogelijk zijn om daarbij te zijn. Studenten, docenten, andere medewerkers. Dus daar maken we ons hard voor. We richten ons dus, zoals ik net al zei, in de eerste plaats tegen de landelijke bezuinigingen. Maar we vragen ook van het bestuur van de UvA dat zij op het moment dat ze moeten bezuinigen, doen op de gigantische topsalarissen die er ook binnen de UvA uitgekeerd worden. Maar tegelijkertijd ook geld voor slindende prestigeprojecten, zoals nieuwbouw en nu gigantische verhuizingen aan de gang op een van de faculteiten. Dat kost ook gigantisch veel geld, waardoor er daar een heel begrotingstekort is ontstaan.
We willen dat de universiteit prioriteiten stelt. En docenten, medewerkers en studenten mogen in ieder geval nooit de dupe worden van bezuinigingen. Dat is het uitgangspunt. Eigenlijk mag ik het document afgeven voor een tweede master, maar... Je staat gewoon dichter. Ik sta hier voor een dichter deur. Nou, ik ben wel binnengelaten, dus ik hoop dat er een kopje koffie hier klaar staat. Ja. Maar als het nou ja, als het echt voor het goede doel is, dan hoef ik ook voor mijn tweede master niet te betalen. Dat scheelt wel eens kost 12.000 euro. Dus die 3.000 die mag gestolen worden, maar die 12.000 die neem ik heel graag mee binnen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden als dat... ik vind het goed initiatief in principe eigenlijk. Je staat erachter? Ik sta er eigenlijk wel achter, ja. Ja, het komt allemaal voor een gesloten deur, maar ik sta er eigenlijk wel heel hard achter. Dus, je bent nu binnen? Ga zo door, dus ik ben binnen.